Zo klinkt het vanaf vandaag bij Radio M Utrecht. Na 4 jaar trouwe dienst zijn de oude jingles vervangen door nieuwe. Het moet vooral warmte uitstralen. Het moet goed passen bij de muziek die draait op je radiozender. Dat is voor iedere zender weer verschillend natuurlijk. Wij draaien veel oude muziek. Niet alleen maar we draaien wel veel oude muziek. En daar past dit jinglepakket beter bij, denken wij, dan wat wij voorheen gebruikten. Nieuwe vormgeving, maar ook een nieuwe slogan. Niet meer. Vanaf vandaag maken we nieuws uit het hart of muziek uit het hart. Met uit het hart willen we toch nog duidelijker neerzetten waar we het voor doen. Dat we warmte uit willen stralen. En ja, het leuke is, we zitten ook met ons station in het hart van Nederland. Dus je slaat 2 vliegen in 1 klap natuurlijk met zo'n slogan. Presentator Kobus Boscha werkt vandaag ook voor het eerst met de nieuwe jingles. Hij vindt ze mooi, maar moet er wel even aan wennen. Oude jinglepakket, zeg maar, dat zit een beetje in je hoofd. Dus je kunt bijna, terwijl je met iemand aan het praten bent, kun je eigenlijk al wat wegstarten. Want die melodieën en zo, die zit er helemaal in. En nu is het toch wel even spannend van wanneer stopt die? Hoe klinkt het? Hoe zijn de overgangen? Een jingle is natuurlijk toch een soort smeermiddel. Maar ja, het smeermiddel moet wel er netjes overheen gesmeerd worden natuurlijk. Nieuwe slogan en een nieuwe jingle. Maar wat blijft is de vertrouwde stem van Mark van Amstel. Dit is 93.1.nl met Edwin Weerman. Ja, die gebruiken we al heel lang voor de vormgeving. Die kondigt alle programma's aan en de onderdelen van de programma's. En het is een stem die echt al heel lang meegaat. Die mensen kennen, die klinkt vertrouwd. En daar gaan we heel graag mee door. Radio